Verder gaan we het hebben over K-pop. Muziek die heel populair is in het land van de Olympische Spelen. Zuid-Korea dus. En ook over een robotbijeenkomst in Leeuwarden. Dat en nog veel meer. Allemaal in dit Jeugdjournaal. We blijven nog even in Zuid-Korea, want we gaan het hebben over K-pop. Oftewel Koreaanse popmuziek. Waar jullie waarschijnlijk luisteren naar rap of hip-hop, zijn kinderen in Zuid-Korea helemaal gek op die K-pop. Het is daar zo populair dat artiesten amper meer over straat kunnen. Hun video's worden miljoenen keren bekeken. Tijdens de winterspelen worden er in Pyeongchang grote K-pop concerten gehouden. Tienduizenden fans zijn erbij. Idol 보고 싶고 아이돌을 거의 몇 번 안 봐가지고 아이돌 보고 싶어서 우주소녀가 저희 팬 우주소녀가 나와서 너무 우주소녀가 나와서 재밌어요. 아 재밌고 중요한 것 같아요. K-pop wordt vaak gezongen door grote groepen meiden of jongens, die naast zingen ook extreem goed dansen. In de videoclip ziet alles er gelikt uit. Het is zo leuk om te zien hoe die Koreanen fans zijn. Want ik bedoel, jij en ik kunnen ook al een artiest leuk vinden, maar dit gaat nog wel iets verder. Er is echt een speciale K-pop cultuur. Weet je, het is een beetje 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 가수들의 옷이랑 의상이랑 외모들이 모두 치열한 것 같아요. 아티스트들이 옷 입는 거에 따라서 그걸 보고 제가 이렇게 영감을 받아서 저도 그렇게 입을 수도 있고. SOMI is een K-pop artiest. Met haar meidengroep IOI maakte ze een liedje dat bijna 70 miljoen keer is bekeken op YouTube. I didn't know anything about K-pop and how it goes because I'm just a little girl and in kindergarten I just wanted to be a singer, so I checked it out and I worked hard, I practiced by myself. I'm really blessed with the opportunity that I'm in right now and I'm very thankful for a lot of stuff. SOMI woont in Zuid-Korea, maar haar vader komt uit Nederland, Friesland om precies te zijn. Do you know any Dutch words maybe? Paka, Peppa, and Bitterball and Gouda cheese is the best. Gouda kaas. Kaurakash. Yeah. And then I know who will cost it. Voor Zuid-Koreaanse kinderen is K-pop dus heel belangrijk. Maar ook in andere landen wordt het steeds bekender. Het populairste voorbeeld is, je kent hem vast, Gangnam Style van Psy. Oppa Gangnam Style. Gangnam Style. 외국인들이 Gangnam Style 말고는 잘 모르는데 충분히 K-pop에도 유명한 노래 말할 수 있고 다들 혹할 수 있는 노래도 많아서. Ook muziekdeskundigen denken dat het niet lang meer duurt voordat iedereen ter wereld K-pop kent. SOMI ziet dat wel zitten. I want to visit other countries as well. Yeah. I would love to go to the Netherlands because it's I'm Dutch, so I would love to go. Ja, en over die populariteit, daar kunnen ze best wel eens gelijk in krijgen. Een paar maanden geleden was K-popster G-Dragon in Nederland. En dat concert was in no time uitverkocht.